ze zijn terug van weg geweest. De afgelopen maand kwamen er in Lommel maar liefst 2 buurtwinkels bij. En met succes. Wij willen echt de nadruk leggen op charcuterie, vers vlees, groenten en fruit. Echt het vers gehalte. Dat dat dicht bij huis te krijgen is. 50% van de winkel draait toch wel op het vers. En wij focussen op een totaalwinkel. Dus zowel de groenten als het vlees als het brood. Eigenlijk alles wat dat vers te maken heeft. Dus mensen moeten maar eigenlijk op één plaats zijn. 6 schijfjes, ja. Buiten de versafdeling is het vooral het sociaal aspect dat de mensen terug voor een buurtwinkel doet kiezen. De charme van een buurtwinkel is zeker de vriendelijkheid van het personeel. Het sociale contact dat mensen hier met elkaar hebben. Het verschil met groot waren is eigenlijk het persoonlijke familiale contact. En ik heb zo een beetje gemerkt dat de mensen daar terug op zoek naar zijn. Ik kom altijd een lief gezicht tegen. Ik vind een Lommel, Lommel leeft. En het is gezellig in Lommel. Je kunt eens buurten met elkaar, mensen die je al lang niet meer gezien hebt, je ziet ze hier nog eens terug. Dat is wel fijn, vind ik. Ja. Je kent de mensen meer en ja, je kunt dus een babbeltje slaan. Ja, ik vind dat ook altijd geweldig. Bij ons maken we nog tijd voor een babbeltje met de klanten en dat wordt echt op prijs gesteld. Ze mogen mij ook altijd aanspreken, er wordt ook heel veel gebeurd om voor vragen te stellen. En ik heb een beetje gemerkt in deze tijd van internet. Nog een groot verschil met het Groot Warenhuis zijn de openingsuren. Op de zondag is alles een beetje relaxter, dus mensen hebben tijd om met gezin komen te winkelen. Rustig winkelen voor het ontbijt bij elkaar te krijgen en dergelijke meer. Dus we merken echt dat er een nood achter was. Dat je in de buurtwinkel dieper in je buidel moet tasten, is niet waar. Vroeger was dat zeker zo, maar sinds een aantal jaar fungeren wij onder een grote groep. En wij genieten dus ook van de voordelen van het aankopen in het groot. Dus het dure aspect is zeker verdwenen. 15,22 euro, alsjeblieft. Wij zijn zelf van de buurt hier en ik vond het altijd heel vervelend dat wij heel ver moesten rijden om onze boodschappen te doen. Als je weet dat we toch dikke kwartier onderweg zijn naar Lommel en een kwartier naar Leopoldsburg, dan ja, ben je toch al zo een half uur onderweg zonder dat je ook nog maar boodschappen gedaan hebt. Ik vind hem heel fijn. We hebben er al zo lang op gewacht en de mensen moeten komen, want anders gaat hij weer weg en dan zitten we zonder. Het is in de buurt. Ik vind het altijd fijn om dan naar hier te komen. Alles wat ik nodig heb, vind ik hier. Content dat er nu kort bij is een winkel is, waar dat alles is. En dan, nu dat de winter eraan komt, is dat een voordeel. Hè? Het is de tweede keer dat ik hier kom, dus het is nog even zoeken. Ik ben van Kerkhoven afkomstig en dan, als ik bij mijn ma binnengesprongen ben, dan spring ik hier eens langs. De reacties zijn overweldigend. Ik heb zelfs mensen gehad die wenen in de winkel van blijdschap dat er terug iets bij hun in de buurt is. Dus het is echt een succes, ja.